Er staat hier helemaal niks, behalve hier. Press for drinks, nummer 55. Mag ik drukken? Oké, doe maar. Hallo. Hoi. Hallo. Nou Pieter, we zijn hier in Mr. Smit. Kun je wat vertellen over Mr. Smit? Ik ben mede-eigenaar. Eind maart 2017 opgegaan. Meteen entree awards gewonnen. Ja, dat was ongelooflijk onverwacht. Maar natuurlijk heel leuk. Hebben we ook echt veel van gemerkt. Ja, ongelooflijk. Hoe ben je aan deze locatie gekomen? Ik heb in Maastricht gestudeerd. En tijdens mijn laatste twee jaar heb ik voor een korte cateringbedrijf gewerkt. Mijn baas toen, Pieter van Veldhoven, hij had al lang de visie om dit soort bar open te doen. Ja. En hij vroeg mij van, ja, willen we dat niet samen gaan doen? Pieter was zelf al heel lang aan het kijken voor een locatie. En hij wist dat de wijnbar die voor ons in zat, dat die heren gingen stoppen. Dus zijn we samen komen kijken. En besloten direct van ja, dit is gewoon perfect. Gewoon echt exact wat we wouden. Kun je wat vertellen over de cocktailkaart? Jazeker. Wij hebben op de eerste pagina onze favorites staan. Dat zijn eigen recepten. Er zitten ook een paar standaard cocktails bij. Dat is een smoked old fashioned. En dan hebben we nog de experimentals. Die zijn in samenwerking met een chocolatier hier uit Maastricht, namens Ralf Hagen. Die hebben een café aan de overkant van de Maas namens Dark. En wij werken dus met hun producten in die van ons. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een pistache praliné. En die zit in de Green Devil. Oh, heel leuke dingen. Super vet. Cheers, heren. Wat een smaken. Dankjewel. Oh, zo lekker om hier aan de bar te zitten. Fucking gezellig. Kom, we gaan snel kroket eten. Oh, nee, we gaan naar Croquant. Kroket eten.